Hey, welkom terug. Dit is Dutch the Dragon. De tijd gaat meteen weer aan, want het is hoogste tijd om te kijken hoe in ieder geval onze eerste Naval Invasion gaat aflopen. En terwijl die loopt, wat mij betreft ook gelijk een nieuwe voorbereiden. Hier starten dus. Oh, dat kan niet, want die andere is nu bezig. Dus ik kan dan hier laten starten. Hoe ver kunnen we dan komen? Dan komen we ook een heel eind. Dat is mooi. Dan gaan we hem daar naartoe sturen. Go. Duurt 18 dagen. Dan ga ik vanuit dat we ongeveer dezelfde gebieden nodig hebben. Hij gaat er zelf naartoe. Dat is al wel eens prettig. Geen commander. Ja, dat geloof ik ook wel eventjes. Missing equipment. Wel missing equipment. Anti-air en tactical bombers. Tactical bombers. Nou ja, eentje dan. Nou, we hebben ook maar eentje nodig. En anti-air was het, geloof ik. Daar, anti-air. Die hebben we inderdaad iets meer nodig. Oké. Prima. Hij is er klaar voor. Ja. Loopt ook. Genoeg overzicht, zo te zien. Nieuw schip. Laat die onderzoeken even zitten. Meer kans om onderzeeërs te zien. Dat is wel prettig. 90. Gaat de goede kant op. Nog steeds heel veel supplies. No divisions in basic training. Klopt. Ik heb al genoeg te onderhouden wat dat betreft. Tijd dat jullie hier weer eens een aanval inzetten. Jullie ook. Ik weet niet hoe groot de tegenstand is. Ja, die is gigantisch. Ik denk dat jullie weer stoppen. En hier maar even gaan helpen. Jullie ook. Hup. Select all. En go. Nee, dit is nog niet te doen. Het is grappig dat de Duitsers er nog mee vechten hier zelfs. Het zou echt een van de laatste zijn. Ja, trouwens, het laatste gaat natuurlijk ook voor de Japanners. Nog eens een keer hier. Nog eens een keer daar. Hier. En ook hier weer. En jullie ook. Ik hoop dat dit echt overal vast zit. Oh, dit ziet er goed uit. En hier langzaamaan ook. Als jullie dan eens even helpen. Ja, niet zo. Dat heeft natuurlijk geen zin. Nee. Komt er gewoon aan iedereen. Helaas. Zeeslag. Behoorlijk ook. Oh, dat zijn mijn subs. Oké. Dan de aggression pact weer. Hoe zit het met de invasie? En nu al twee man kwijt. Oh, hij krijgt gewoon reinforcements terwijl de aanval nog loopt. Dat is wel heel apart. Dat heb ik nog nooit gezien. Het is raar dat het kan. Dit wordt een cancel, want hij is al twee man kwijt. Jammer. Deze loopt. En zo te zien zonder tegenstand. Dus dat is mooi, want dan krijg je er ook nog een vliegveld bij. Dat in ieder geval snel geregeld. Dit is het moment dat je naar land gaat, neem ik aan. Waarom duurt dat dan weer zo lang? Non-aggression pack. Nee, bedankt. Attack extra armor. Klinkt goed. Ja, sowieso goed. Yes, oké. Waarom gaan ze dan niet aan land? Of zijn ze daar nou mee bezig? Arrival in 1 hour. Nou, de uren strijken wel bij. En toen was hij ineens weg. Oh, nog gewoon weg. Oké. Vreemd. Nou, tot zover die aanval dan. Volgende poging. Ja, ik moet toch nog een keer proberen. Ja, je zou denken dat er een vijandelijke vloot heeft gezeten of zo, maar die zag ik er toch niet bij zitten. Tussen hier. Ja, er zit ook weinig schot in. Jawel. Dit gaat de goede kant op. Allemaal meedoen. Het opent weer een nieuwe mogelijkheid om Osaka aan te vallen. Uh,
Remove National Spirit, Comintern Influence. Oké, okay, prima. Ik weet niet precies wat het deed, maar... Hey, Tokio is teruggepakt. Kan dat dan weer? Niet zo zijn dat het hier nou ineens nog misgaat. Die ligt open. Oh, wacht. Hier ligt van alles open nu. Go, go. Nou ja, als we Tokio kwijtraken, maar vervolgens aan alle kanten weer door kunnen, dan vind ik het allemaal prima. Gezien dat die Nebel in wezen is, dan een beetje vreemd eindigen, maar goed. En door. En hier ook. Ja, geen idee waar dit dan ineens vandaan komt, maar... Het zij zo. Tokio wordt ook niet heel goed verdedigd, maar twee divisies lijkt het. Jullie ook, hup. Niet stilstaan nu, dit is het moment om door te zetten. Yep, en de omsingeling hier, denk ik. Ja, oké. Nou ja, gefeliciteerd met Tokio. Geniet ervan zolang het duurt. Uiteindelijk ook die haven natuurlijk. Misschien wel het belangrijkste van allemaal. Daar nog een haven. Jullie kunnen door, jullie kunnen die kant op. En dan komen we langzaamaan bij elkaar. Dat is natuurlijk waar het dan uiteindelijk allemaal om gaat. Oké. Blokkeert iets. Nog meer submarine detection. Betere artillery. En go. En niet toe aan opgeven zo te zien. En dan helpen we zijn handje. Dan komt hier ineens toch weer verzet. Zo, zo en zo. Ondanks al die luchtsteun ook. Ja, die doen toch wel allemaal mee. Oké, weer een stuk omsingeld. En een haven hier die gaat vallen. Perfect. Oh, nee, die hebben we zo. Oké, yep. Jij mag even zo inderdaad. Jij dan die. Die kunnen we terugtrekken, maar we gaan dit toch echt doen. Stop. Hier naartoe. Die ligt open. Yes, oké. Okay. Haven en Tokio binnen. En hier kunnen we de zaak oprollen. Het zal niet heel lang duren, lijkt me zo. Inderdaad. Het is al allemaal gebeurd. Zij hierbij. Daar natuurlijk. Oh, dat was blijkbaar niet goed. Nee, 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 nee. Gewoon zo. En deze kant op. Paratroopers. Oh, Amphibious Assault Speed. Dat is een fijne om te hebben. En ja, die zitten nog steeds hier. Dat is de laatste. Al die andere nevelwezens zijn dus allemaal mislukt op de een of andere manier. Ik heb ook niet echt op gelet. Dit is wel een hele goede commander om daarvoor te hebben. Ik denk dat we ook wat moeten gaan trainen. Want nu hebben we namelijk dus gewoon nieuwe marines nodig. Dat is wel een beetje jammer. Train. 4 setjes van 12. No location sets. Zo. Oké. Home. Nee, niet home. Hé, wat is dit? Oh, die kunnen we nog aan de bezetting toevoegen. Zo. Hopelijk dat het ook een beetje onder controle zit trouwens met de productie. Ik denk wel goed, want we hebben steeds nieuwe factories om te werken. Zo te zien. Gewoon simpel wapens. Ik
go. Ik zie hier groene cijfers, dat is mooi. Oh, dat was een verdediging. Nou ja, goed, maakt op zich ook niet uit. Dat is het laatste restje van hier. Ja, dit gaat vallen. Een beetje mazzel is het dan ook gedaan. Ik hoop dus niet dat we al die eilandjes nog moeten veroveren. Het zou wel een hele lange campagne worden nog namelijk. Ja, het moet het, maar... En dat lijkt me dan genoeg. Hop, oké. Okay. Even kijken, klok even een uurtje door laten lopen. Geen overgave. Jammer. Ja, wat dan? Nee. In ieder geval, dat zijn de paratroopers. Hier nog één gewoon leger. Die kunnen in ieder geval hiermee gaan doen. Dus we moeten daar ook maar gewoon even een naval invasie plannen. Haventje. Dichtstbijzijnde zit daar. En dan doe je gewoon even hier een landing. En go. Dus deze mag weg. Zo. Doe je ding. Gaat hij nou of niet? Volgens mij niet. Eigenwijs is ook wijs, maar... Ja, daar komt hij aan. Goed zo. Deze unit hier. Ja, we gaan het toch maar een keer op wagen nog. Go. En dan naar... Deze was het. Ja, die weet natuurlijk dat we nu komen. Andere optie. Daar zo. Oké. Okay. Iraq ging bij de Axis. Zag ik dat nou goed? Ja. Oké. Okay. Ja, dit kan. Dat mag. Ik zou het persoonlijk niet doen. Oh, dit is trouwens wel lachen. Want dan kunnen we natuurlijk meevechten. Deze hebben we namelijk nog over. Zo. Nou, een beetje mazzel, dan nemen we die oliestaat nog in. Go. Jullie ook. Oh, hier zit nog een groep Marines, dus we waren ze niet allemaal kwijt. Of is dat... Deze. Oh, dat... Nee, dat is niet dezelfde. Ik zie hem. Oh, dat, nee, dat is die. Deze. Deze. Het ziet eruit dat hij dan nergens bij hoort. Ja, precies. Oké, okay, dat is maar nou, we zijn niet allemaal kwijt. Hop. Dat is die andere. Dit is dus vooral de invasion stuff. Jij ook. Stel ik voor dat jij je hier gaat verzamelen. Dat we vanaf daar ook nog iets kunnen doen. Even alle marine groepjes dan weer in dezelfde... Zetten. Juist. Improved artillery. Mooi. Some divisions haven't arrived. Oh, zijn vertrokken. Oké. Waar is mijn vloot? Want die gaat gelijk mee. Dat is die dan. Dat is je thuishaven. En je gaat nu gewoon heel simpel op deze plek zitten. En verder doe je niks. Dus gewoon hier met je hele vloot. Geen patrouille verder. Gewoon gaan. En hopen dat het lukt. Het zou fijn zijn als het nog een andere keer lukt. Die pak ik ook nog even mee. Gaat het ondertussen met die twee tanks. Die zijn geland. Oh, dat is mooi. Zo, 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 zo. Wie weet is het al genoeg. Dat zou heel mooi zijn. Dit stadje dan het verschil maakt. Sapporo. Convoy Interdiction. En Land Doctrine, die loopt nog. Factories. Ja. Dat is weer nog nodig. Go, go. Even kijken hoe mijn Naval Invasion zit. Dat gaat goed. En nu pakt hij hem inderdaad ook gewoon. Mooi.
Eén hier. Oh, dit is blijkbaar weer een aparte dan. Ook weer zoiets. Meent hij dat nou? Ja, nou oké, wat jij wil. Go. Invasie van 1 dan. Deze delete. Hop. Oh, heeft hem wel. Nou ja. Delete. Oké. Okay. We hebben het dus over jullie. Ja. Ja, jullie kunnen op zich wel hier gaan verzamelen. Daar heb ik op zich niks op tegen. Geldt dan ook voor deze. Dat regelen we zo meteen wel. Jij in je eentje. Go. Go. 3 dagen voorbereiding. Nou, vooruit dan. Nou, 1 dag maar zelfs. Nou, die dag is voorbij. Gaan dan. We zien er weinig gebeuren. Eén persoon. We hebben eens. Trekt vanaf hier en je gaat naar daar. Go. Mariana Region, no coverage. Dat regelen we wel. Punt over. Ja, die Naval Evasions, dat. Dat is toch wel iets anders uit mogen werken, wat mij betreft. Maar goed. Je moet dus deze hele regio in de gaten houden. Om van dit eiland naar het andere te gaan. Maar goed. Als hij dat wil, dan kan hij het krijgen ook. Hoe zit het hier? Is die stad al ingenomen? Japan capitulated. Wauw, oké. Ja, mooi. Japan heeft zich overgegeven. Dan is het voorbij. Treaty of Rhodos. Het wordt dus allemaal getekend op een lekker gezellig eilandje in de Middellandse Zee. Het maakt niet echt uit wat we doen. Maar ja, de timer heeft geklonken. Ik kan hem hier moeilijk opslaan. Dus we maken hem maar even af. Wat willen we als Frankrijk zijnde allemaal hebben? We hebben verreweg de meeste punten. Ik denk dat we Duitsland om te beginnen gewoon eens. Oh, we kunnen zelfs Luxemburg afpakken. Dit vind ik ook wel prettig. Hoeveel punten mogen we de eerste ronde inzetten? 2500. Oh, dan komt het wel goed. Die hoeft niet zo nodig. Dit vind ik wel prettig, ja. Ja, die hoeft ook niet per se. Nee. Nee. Oostenrijk wel. Dat is een fijne buffer ook. Tsjechië niet per se. Oh, is het wel te veel. Ben ik hem nu wel of niet aan het claimen? Wel, geloof ik. Dat moet ik dus niet doen. Dit hebben nu de Britten in handen. Dus als we dat af kunnen pakken, zou leuk zijn. Volgens mij al veel te veel. Dit gaan we even opnieuw doen. Reset. Ik denk gewoon begin met Italië. Sicilië geloof ik dan wel. Rijnland, uiteraard voor het staal. Hier die grens met Nederland wil ik ook wel hebben voordat de Nederlanders er zelf wat gaan claimen. En dat is te veel. Oké, end turn. Zo. Dat is net te veel dan. Nou. End turn. Het gaat nu in kleine stapjes. End turn. End turn. Luxemburg. Puppet. Hé, hier ontstaat een soort. Wat is dit dan? Het lijkt wel Duitsland te zijn. Dan is er iemand hier. Die dus Duitsland blijkbaar wil pappeten en dan langzaamaan gebied gaat geven. Allemaal prima, maar niet te veel. End turn. End turn. End turn. Nou.
end turn. Hoe zit het trouwens? Ik zit nu lekker hier alles te pakken, maar hoe zit het hier bijvoorbeeld? Dit is dan... Japan komt weer terug, als het ware. Dat wil ik dan wel heel graag bezetten. Wie is dit dan? Ik weet niet wie dit allemaal aan het pakken. Oh, dit is... China, denk ik. China is gewoon bezig om... dit krijg ik niet terug. Logisch. End turn. Terug richting Europa. Volgens mij is het meeste nu wel verdeeld. Take all states. Dat is alweer te veel. Reset. Nou, dat kan... Ja. Ja, boek al mee. Ik zou niet weten wat. Japan. Ik pas... Dan. En zie hier de peace treaty. French commune took 30 states. China dus. China heeft dus gewoon het half Japan afgepakt. Er zijn een paar zelfstandige staatjes ontstaan. Rosa Luxemburg. Albanië heeft zijn zelfstandigheid terug. De Democratische Republiek Oostenrijk. Libië? Hé? Libyan Socialist Republic. Libië was toch van mij? Nou ja, dat zal wel. Tsjechoslowakije is gedeeltelijk terug. Japan als democratische staat is terug. En dus ook inderdaad Duitsland. The party Zentrum has been put in power in German Republic. Dus een soort Oost-Duitsland, maar dan... Wow. Naar westers model, denk ik. Ja, dus het oude West-Duitsland qua politiek. Maar het ligt in Oost-Duitsland. Ja, dat is wel heel komisch dit. Goed, het Franse Rijk is gigantisch groot geworden. We hebben zeg maar heel West-Europa in handen. En zelfs een stukje Midden-Europa en Zuid-Europa. Nederland en België zijn de laatste democratische landen in het Westen. Afgezien natuurlijk van Engeland. En de rest is allemaal redelijk communistisch. Hier zit nog een klein Duits blokje. Tsjechië is weer terug. Joegoslavië is ook communistisch. Als we kijken naar de verschillende facties, dan ziet het er behoorlijk, ik wou zeggen behoorlijk rood uit, maar rood is ook de allies. Dus dat, ja, wat dat betreft is het een beetje lastig. Maar goed, dit is in ieder geval allemaal, lijkt communistisch. Dat is eigenlijk niet eens goed te zien. Zo te zien hoort het nog nergens bij. Oké. Goed, ik bedank je voor het kijken naar wat mij betreft een hele... Toffe serie. Dit is gewoon echt een dikke overwinning. Je zag dat we verreweg het meest hadden bijgedragen in de oorlog. Een van de prijzen is een klein stukje Japan. Wat we gewoon blijven bezetten. Vooral natuurlijk vanwege die military factories hier. En loon na hard werken in die campagne. Dit hier, ja. Dus ja, we kunnen zeggen dat China de grote winnaar is in Azië. Heeft gewoon Japan overgenomen. En ook nog een stukje hier. En de grote verliezer... Afgezien van Duitsland, is eigenlijk Rusland. Want ik zie dat zij... gewoon niks. Rusland is gewoon zijn oude vorm gebleven. Heeft misschien wat puppets. En zelfs dat niet. Nee. Nee, Rusland is dus ook een groot verliezer. Goed, ik bedank je voor het kijken. We gaan naar het eindscherm. Exit. Oké, en inderdaad, de grote winnaar. United Kingdom en United States. French Commune. We hebben heel weinig punten. Oh, dit is natuurlijk omdat we een klein leger hebben. Ja, oké, maar qua land zaten we natuurlijk super goed. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.